Het walgen komt vooral van dat we die dieren in het Westen in ieder geval niet associëren met dat we ze eten. Dus we zijn niet gewend om ze te eten en dan we zijn ze gewend om neer te mappen, zeg maar. Stel je voor, het is een prachtige zomerdag en je trekt erop uit voor een picknick. Op een kleedje in het gras geniet je van het lekkere weer en een glas vers geperst sinaasappelsap. Je wilt net je laatste hap nemen van een boterham met jam, wanneer je plots wordt opgeschrikt. Gadver, een mier in je eten. Hoeveel van zijn vriendjes zou je al ongemerkt achterover hebben geslagen? Nou, daar gaat je eetlust. Of ontdekken we hier misschien een nieuwe delicatesse? Mijn naam is Robert Visser. En ik ben Noor Aldine Emara en je luistert naar Oplossing Gezocht, de wetenschapspodcast van Nemo Kennisdink. In deze podcast zoeken we samen met de wetenschap oplossingen voor problemen. En deze week zitten we aan tafel met Stijn Schreven, een van de wetenschapsjournalisten van Nemo Kennisdink. We bespreken waarom we bepaald voedsel wel of niet lekker vinden en verkennen een toekomst met insecten op het menu. Stijn, voor welk gerecht kunnen we jou nou altijd wakker maken? Dat is tiramisu. Ja, dat vind ik echt vind ik lekker. Ja, gewoon als ik mezelf wil verwennen, dan pak ik dat zeg maar als toetje. Ja. En zijn er ook ingrediënten waarvan je denkt van, dat denk ik precies het tegenovergestelde van, dan ren ik hard weg? Niet echt. Ik denk, ik hou niet zo van, hoe heet dat nou, koriander? Oh ja. Ja, daar ben ik niet zo, dat is net niet mijn smaak. Maar verder, ja, het meeste wel. Smaak van zeep volgens sommigen. Heb je dat ook? Dat heb ik niet, maar ik ga er wel van niezen of zo. Of van hikken. Zeg. Oh, als ik het krijg. Oh, dat is een bijzonder goedje. Ja. Maar wel een avontuurlijke eten dus. Mooi. Onze kookboeken kennen vele recepten. En toch zul je er niet zo snel een gerecht gebaseerd op insecten tegenkomen. Waar wij alleen al walgen van de gedachte, zien anderen deze kleine beestjes als een ware lekkernij. Stijn, ben jij zelf eigenlijk een keukenprins? Ben jij een beetje een goede kok? Ik heb zo mijn specialiteiten. Dus risotto vind ik leuk om te maken. Of wat te wokken, zeg maar. En dan doe ik er allerlei kruiden bij. Of verse gember. Dus zo, ja, dat vind ik wel leuk. Af en toe de tijd ervoor nemen. Ja. Tiramisu dus ook? Ja, precies. Ja, tiramisu, dat heb ik nog niet geprobeerd. Nee, oh, die is wel lekker gemaakt om te eten. Ja. Juist, juist. Ja, die haal ik dan gewoon van de supermarkt. Ja. Maar risotto, tiramisu dus? Of gaat het ook nog verder dan dat? Zou je zelf echt als een keukenprins bestempelen? Nou ja, het is af en toe een recept uit een kookboek. Juist. Maar dat is echt met, ja, als je een feestje hebt van vrienden of zo, of met kerst of zo, dan maak ik iets speciaals. Ja. Bijzondere gelegenheden. Ja. Ja. Robert, bij jou ook kookboekwerk? Of nou, ik ben thuis, word ik wel gezien als keukenprins. En ook wel in mijn familie. Maar ik vind zelf dat ik helemaal niet zo goed kan koken. Dat is meer in het, wat is het ook weer, in het land der blinden is één oog koning. Ja. Ik kom uit een familie die heel slecht kan koken. Sorry als jullie meeluisteren. En een schoonfamilie die nog slechter kan koken. Mijn schoonmoeder laat echt alles aanbranden. En mijn schoonvader kan helemaal niet koken. Dus je moet nog naar huis op een gegeven moment. Oké, ik herinner je even. Ik ben ook altijd blij als ik daar ben en we eten patat. Zijn verder schatten van mensen, ik hou vreselijk veel van ze, maar dat tezijde. Dus zij zeggen altijd, Robertje, wat kun jij goed koken? Maar ik vind het zelf wel meevallen. Ik vind het wel leuk om te doen. Ik moet zeggen, wel met een gezin, met twee kinderen en zo, ga ik wel vaak voor de wat makkelijkere, snelle maaltijd. Wel met veel groenten, maar nou, wel wat makkelijker. Ja. En ik heb wel een voorliefde voor desserts. Dus ik vind jouw tiramisu, heb ik ook wel eens zelf gemaakt. Echt heel leuk om te doen, maar tijdrovend. Ik maak ook soms zelf ijs. Dat vind ik hele leuke dingen om te maken. Desserts, taarten. Maar het kost zoveel tijd, hè? Ik herken dat wel. Met bijzondere gelegenheden wil je die tijd er wel insteken. Maar voor gewoon een avondmaaltijd of zo, ja, dan is bij mij allemaal ook niet heel erg creatief. Het enige waar ik creatief mee ben, is gewoon restjes. Dus ik heb allemaal nieuwe gerechten ontdekt als student met name. Om gewoon te kijken, wat zit allemaal nog in mijn koelkast? Kan dat ongeveer bij elkaar? En nu ben ik dan zover dat ik ook een beetje met kruiden aan het spelen ben. Maar, ja, maar vertel eens, heb je dan iets geks ook ooit gecombineerd van Goed. Ja. Nee joh, pee met dopertjes, een pot stond dan nog open. Maar ja, ik had nog een paar champignons die op moesten. En nog een currysaus. Van ik dacht, nou ja, met een beetje rijst erbij, dan ben ik benieuwd wat er op me afkomt. En dat is meer dan eens gebeurd. Nou ja, er zitten echt nog een paar goede verrassingen tussen. En soms dat ik toch denk, nou, morgen nieuwe dag, nieuwe kans.
Goed. En, ja, en als dat nou voorkomt dan, Stijn, kan je dat dan verklaren? Waarom kunnen we eigenlijk zo erg genieten van voedsel, maar ook zo erg walgen van bepaald voedsel? Heeft het nou nog nut? Ja, nou, als we het dan over insecten gaan hebben, dan is het, het walgen komt vooral van dat we die dieren in het Westen in ieder geval niet associëren met dat we ze eten. Dus we zijn niet gewend om ze te eten en dan we zijn ze gewend om neer te meppen, zeg maar. En te bestrijden in de landbouw bijvoorbeeld, als ze fruit of groenten aantasten. Dus we zijn ze veel meer aan het zien als schadelijk en ziekteverwekkers, in plaats van dat we ze kunnen eten of dat ze nut hebben. En, dat is een beeld waar we aan moeten wennen, zeg maar. Ja, het is echt ongedierte, zoals we ze nu zien. Terwijl je terecht zegt, in andere culturen hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Heb je daar voorbeelden van? Ja, in Mexico eten ze veel insecten. Hebben ze echt een hele keuken daar ook op gericht, zeg maar. En in Thailand bijvoorbeeld of China zijn ook verschillende insectensoorten die ze eten. Eigenlijk bijna in alle werelddelen zijn wel volkeren die insecten eten, behalve in Europa eigenlijk. En dan zien we het ook meteen als, dus als iets heel negatiefs. Dus een mug wil je doodslaan, een sprinkhaan vinden we vies, zorg voor overlast, levert gedoe op. Die insecten, laten we de vraag maar gewoon stellen. Ik kijk er al een beetje vies bij, maar ik ga hem heel open aan je stellen. Heb jij het wel eens gegeten? Ja, ik heb het wel af en toe geproefd. Sowieso toen ik het onderzoek deed aan insecten zelf op de leerstoelgroep van entomologie van Wageningen Universiteit, toen hadden we natuurlijk meerdere collega's die eraan werken. Dus je krijgt dan af en toe, iemand neemt een tractatie mee en dat kan dan muffins zijn met getopt met een paar meelwormen erop. Okay. Of krekels gedipt in chocola, zeg maar. Dan heb je een soort, lolly is het niet, maar het is een chocolade ding op een stokje, zeg maar. En die kun je dan, het smaakt prima, zeg maar. Het is een beetje knapperig, je hebt chocolade eromheen, dus het is in die zin goed verpakt. Ja. Hey, dat is misschien inderdaad wel even goed om te zeggen. Je zegt zelf ook al, je bent gepromoveerd op eetbare insecten. Als ik dat zo mag zeggen. Je werkt nu als wetenschapsjournalist, maar je weet echt heel veel van dit onderwerp. Moest je ook over een drempel heen? Dus iemand komt met zo'n sprinkhaan aan met chocola. Ik denk dat, die chocola lekker. Had je iets wat je moest overwinnen om dat in je mond te stoppen? Of? Ja, wel een beetje het idee toch dat je zo'n meelworm gaat eten die bovenop zo'n muffin zit. Zeg. Maar je bent dan toch met je tong een beetje aan het voelen van waar zit die meelworm in je mond. Zeg maar. Beweegt hij nog? Dus die schilfertjes of zo, dat is even wennen. Ja. En bij zo'n krekel ook, daar zitten wat harde stukjes aan zo'n krekel natuurlijk. Dus het is echt even wennen wat dat betreft. Maar als je puur naar de smaak kijkt, dan is het ook alweer, het proeft als een soort nootje of een soort chips of zo, zeg maar. Meer zo. Ja. Nou, dat klinkt eigenlijk wel goed. Ja. Vertel eens. Of ik zelf als insect heb gegeten? Nou, nee, niet bewust. Nee, ik ben ook nog niet echt misschien naar de landen geweest waar dat gebruikelijker is, toch? Je noemde Mexico, de Aziatische landen. Ben ik nog niet geweest, dus dan is het ook nog niet echt op mijn bord terechtgekomen. En als het er dan terecht zou komen, vraag ik me ook echt heel erg af. Ik begin nog niet echt de watertanden als ik jou zo hoor met meelwormen op een cupcake. Misschien maar de nootjes en de chips, ik weet niet hoe je of jij ja, maar. Ja, goed. Nou ja, dat dan weer wel, inderdaad. Maar dat is het punt natuurlijk. Hè. Het is geen nootje of chips. Nee. Het is toch een worm die je met hele andere dingen associeert of zo. Of zou jij in één keer toehelpen? Nee, ik moet je eerlijk zeggen, we hebben het hier wel eens over gehad, Stijn. Ik was echt bang dat je iets mee zou nemen voor deze aflevering. Nee, dat er nu iets op tafel zou liggen wat of zou bewegen of misschien helemaal niet zou bewegen. Ik merk dat ik ben heel lang. Wij zijn allemaal heel lang. We gewoon een grote kerels. Maar dat voor die hele kleine kriebelbeestjes zo. Ik vind het ook vies. Ik vind het eng. Ik heb er helemaal niks mee. En ik zou dat ook dus niet in mijn mond willen stoppen. Dus ik herkende ook wel heel erg wat je net zei. Van in ons hoofd zit eigenlijk van er is iets mis met insecten. Hè? We associëren dat met iets vervelends. Terwijl ik best wel een redelijk avontuurlijke eter ben. Maar insecten is net. Ja, ligt daar buiten of zo. Is net een stap te ver. Maar misschien dus wel onterecht, hè? Want dat is wel iets wat ik heel interessant vind. Als we hebben dat negatieve heel erg benadrukt. Jij zegt het smaakt ook best lekker. Maar wat kan het, waar moeten we dan aan denken? Wat zijn voordelen van insecten? Past het bijvoorbeeld in een duurzame dieet? Ja, dat is waarom eigenlijk het Westen, in ieder geval in de wetenschap, dat ze nu veel meer kijken van hoe kunnen we insecten wel gebruiken voor dieet. Omdat het duurzamer is. In ieder geval, het kan duurzamer zijn. Dus
bijvoorbeeld insecten zijn veel efficiënter in het opslaan van hun wat ze eten in lichaamsgewicht. Dus het aantal kilo voer wat je ze geeft, wordt veel sneller omgezet in het aantal kilo insectenvlees, in die zin. Dus je hebt... Dus de voedingswaarde van één zo'n sprinkhaan is gewoon veel hoger. Moet ik dat zo zien? De voedingswaarde niet per se. Die is vergelijkbaar met kip of andere eiwitbronnen. Mm-hmm. Maar het is meer dat je minder voer nodig hebt om dezelfde hoeveelheid vlees of eiwit te produceren. Zo. Ah, oké. Okay. Dus, ja. Dat geldt voor kip, rund? Ze zijn ongeveer gelijk aan kip. Maar een varken bijvoorbeeld is 2 keer zoveel voer heb je daarvoor nodig. En een rund zelfs 4 keer zoveel voer. Nu begrepen, nu walgen wij dus een beetje van die gedachte vooralsnog. Maar kun je dus ook insecten gebruiken als voer voor juist het vee? Wat wij vervolgens weer kunnen eten. Dan zou je zeggen, dat is eigenlijk een prima oplossing, of niet? Nou, dat wordt wel gedaan. Maar het is een minder goede oplossing dan dat we ze zelf eten. Waarom dan? Zoals we insecten nu kweken, zoals de bedrijven dat doen, is het vaak op... granen en restproducten uit de bierbrouwerij bijvoorbeeld. Bierbostel noemen ze dat dan. Dat is een soort pulp van... Ik weet niet precies wat het wat is, maar het is... dat zijn reststromen die ook gevoerd kunnen worden aan varkens of kippen direct, zeg maar. Dus ze kunnen dat zelf ook... Die kippen en die varkens, die kunnen dat zelf ook eten. En als je dan eerst dat eten geeft aan insecten... en dan die insecten weer voert aan varkens of kippen, dan heb je eigenlijk meer verlies van voer. Je hebt meer voer nodig. Want er gaat elke stap die je ertussen zet, gaat er iets verloren. Ja. Die dieren hebben warmte, die poepen ook allerlei dingen uit. Dus niet al het voer wat je erin stopt, wordt insect. Oh, terwijl als je al het voer gelijk aan varkens zou geven, dan sta je één stap over eigenlijk. Ja, dat is toch iets te mooi om waar te zijn. Ja. En nog even terug naar die eiwitten, want dat vind ik wel interessant. Eiwitten... dat we dat allemaal moeten eten, vooral mensen die wat meer sporten en zo. Dat klinkt wel heel interessant en veelbelovend, toch? Mm-hmm. En daar kunnen die insecten dus wel degelijk een belangrijke toevoeging zijn. Als je even de psyche, zeg maar, loslaat van hoe je ernaar kijkt. Ja, want ze zijn net zo rijk aan eiwit als andere vleesproducten of eiwitproducten. En ze zijn niet alleen efficiënter in het omzetten van voer... maar ze stoten ook minder CO2 uit. Dus de productie kan duurzamer zijn. Ze verbruiken minder water. En ze verbruiken minder land. Dus je hebt echt minder grond nodig om dezelfde hoeveelheid eiwit te maken. Kortom, onze kookkunsten kunnen nog een stuk gevarieerder... en op basis van duurzamere eiwitbronnen. Toch zit niemand nu te watertanden bij het idee om insecten te eten. Daarom verkennen we dus één onderbelichte voedselbron, insecten. Een interessante aanvulling op het menu en een mogelijk duurzaam alternatief voor vleesproducten. Tenminste, zolang we een oplossing vinden voor dat onsmakelijke idee. Misschien moeten we eerst even naartoe staan van wat voor soort insecten moeten we denken? Wat zou in de toekomst op ons menu kunnen staan? Wat smaakt nou lekker? Er zijn een paar insecten die al gekweekt worden in Nederland... En dat zijn eigenlijk 3 insecten, of 4. Het zijn krekels, sprinkhanen, meelwormen. Dus dat zijn larfjes van kevers eigenlijk. En even kijken, je hebt ook vliegenlarven. Maar die worden eigenlijk meer gebruikt als diervoeders. Dus niet voor mensen. Omdat dat gewoon nog een drempel extra is eigenlijk. Maden, niemand... Ik begin ook een beetje... Dat is, zeg maar echt, dat is echt een uitdaging voor mensen, denk ik, om daar echt aan te beginnen. Ja. En waarom deze dan wel? Juist deze soort? Krekels en sprinkhanen worden echt al gebruikt in andere culturen. Dus Thailand is bijvoorbeeld, daar is krekelkweek en consumptie is echt heel breed daar, zeg maar. Je ziet het langs de straat, zeg maar, in allerlei eetkraampjes. Mm-hmm. Sprinkhanen worden ook veel gegeten al in bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Dus dat zijn bekende insectensoorten eigenlijk om mee te beginnen. Ja. En ik heb het idee dat die smaak ook wel oké is, want als ik hier met mensen over praat... en ik ken best wat mensen die sprinkhanen en krekels hebben gegeten... of vaak terwijl inderdaad ze op vakantie waren... en die zijn er altijd opvallend positief over, vind ik. Mm-hmm. Je merkt wel, ik ben zelf daar wat minder open voor... maar ik merk wel heel vaak dat mensen dat... Dus is het ook de smaak die dan helpt? Ja, de smaak helpt denk ik ook... maar dat heeft ook te maken met dat... als je op vakantie bent, bijvoorbeeld in Thailand...
dan heb je daar gewoon al een eetcultuur, zoals ze dat dan noemen, rondom insecten. Dus je hebt die krekels, de mensen weten daar hoe ze die krekels lekker moeten bereiden. Oh, ja. Ja. Dus er zitten kruiden bij, daar zit een, ze gaan in de frituur of ze gaan op een roostertje of zo. Maar daar heb je natuurlijk allerlei manieren om het lekker te maken. En dat is bij vlees hetzelfde. En hier in Nederland zijn we wel bekend met hoe we vlees lekker kunnen bereiden, maar minder met hoe we insecten lekker kunnen maken. Dus die recepten eigenlijk, die moeten een beetje naar deze kant komen. Er is dus ook wel verschil in. Zeg maar, niet elk insect hoeft uiteindelijk op je bord terecht te komen. Want niet elk insect hoeft ook lekker te smaken misschien. Nee, daar is nog een hele wereld te verkennen. Ja, en het is ook zo dat je... Het is ook zo dat de smaak wordt ook bepaald door wat je de insecten voert. Dus daar zit ook, als je ze... bepaalde, stel je geeft ze uien, dan gaan ze waarschijnlijk ook veel meer naar uien smaken. Oh zo. Dus meer op die manier. Ja. Ja, daar wil ik dus wel net iets meer over weten eigenlijk. Want je zegt, ze worden al gekweekt, ook in Nederland. Mm-hmm. Ik zie nog een soort boerderij vormen of zo, waar normaal gesproken allemaal koeien en schapen en geiten allemaal rondlopen. Maar in dit geval insecten. Is dat beeld een beetje terecht? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, het is niet echt een traditionele boerderij zoals je dat ziet met weilanden en zo. Dat heb je namelijk niet nodig voor insecten. Dus je moet het meer voorstellen als een grote loods bijvoorbeeld. Protix in Berg op Zoom heeft een grote automatische insectenkweek eigenlijk. Dat ziet eruit als een groot distributiecentrum van de buitenkant. Dus gewoon een grote doos in een soort industrieterrein. En daarbinnen heb je allerlei verschillende onderdelen van de voortplanting van die insecten naar het kweken van de larven in grote bakken. Dus dat zijn grote kratten die op elkaar gestapeld zijn in een hal waar de temperatuur geregeld wordt, zodat het warm is voor die dieren. Het is vochtig genoeg en ze krijgen allemaal voer via een automatisch systeem, zeg maar. Dus dat wordt erbij gedoseerd. Ja. Klinkt bijna een beetje als een soort insectenfabriek, of zeg ik dan iets heel oneerbiedigs? Dat kun je wel zeggen, denk ik, ja. Er zijn natuurlijk wel mensen aan het werk en de dieren leven gewoon in omstandigheden die misschien voor die insecten goed zijn. Maar het is veel meer geautomatiseerd en het ziet eruit als een fabriek, denk ik. Ja. Okay. Wat rolt er dan uit die fabriek? Ik ken de meelwormen en zo overal van eigen vogelvoer en zo, die we vroeger hebben gehad. Maar zijn het dan echt pakketjes met de insecten zelf? Of worden ze ook op andere manieren verwerkt? Als je kijkt naar... de productie van insecten voor menselijke consumptie, dan is het vaak dat ze als heel insect worden verpakt. Dus gewoon in van die pakjes inderdaad met meelwormen of krekels. Maar ze zijn ook bezig met het zuiveren of het scheiden van eiwit. Dus de fractie eiwit uit zo'n insect en de vetten. Zodat je ze als losse ingrediënten, zeg maar, in voedingsmiddelen kunt verwerken. Dus dan heb je bijvoorbeeld een eiwitpoeder, een soort insectenmeel, dat je gewoon kan verwerken in brood of in burgers of zo. Super interessant. En de volgende stap is natuurlijk nog weer dat je er dan iets van gaat maken, hè, dat je ze ergens in verwerkt. Je noemt dat die eiwitpoeder, maar laten we zeggen, wat voor gerechten op basis van insecten zou je kunnen maken? Waar moeten we dan aan denken? Je had al die chocola met de sprinka, maar ik kan me voorstellen dat het ook nog in allerlei andere dingen... Ja, iets nog avontuurlijker of waar wij dan niet aan denken. Ja, er zijn eiwitshakes van krekels, geloof ik. Krekel eiwit wat er dan in zit verwerkt. Dus dat is dan meer sportdrank of voor sporters, zeg maar. Mm-hmm. Maar je hebt ook... er zijn ook soort van ludieke acties om de insecten een beetje meer onder de aandacht te brengen. Dus dan heb je meelwormen in ijs of meelwormen in een lolly. Meelwormen in ijs? Ja, in ijsbolletjes, zeg maar. Okay. Of dan heb je, heb je dat gegeten, Stijn? Nee, heb ik niet gegeten. Nee, die was alweer voorbij, die actie. Dus toen ik daarachter kwam. Maar dan is er dus eigenlijk een ijskoman of vrouw die zegt van... Hey, dit is iets nieuw ingrediënt, hier ga ik iets van maken. Mm-hmm. En er zijn vaak ook start-ups die... Er zijn vaak start-ups die iets willen met insecten als eten. En dan gaan ze bedenken van hoe kunnen we dit op een leuke manier of een beetje... spannende manier aanbieden. Ja. IJs is wel eens. Ik hou van ijs. Ik had het al net over die toetjes. maar zijn er nog meer dingen? Ja, er is bijvoorbeeld bij de Bagels and Beans een bug bagel geweest. Dus bug is insecten natuurlijk. Dus er zaten sprinkhanen, krekels en meelwormen op. Gewoon het hele pakket. Oh jeetje, oké. Okay. En die heeft een jaar of twee volgens mij gedraaid. En uiteindelijk nam die toch niet zoveel aftrek van de bezoekers dan ze hadden gehoopt. Dus die is weer uit de running gehaald.
Maar ze sluiten niet uit dat het weer terugkomt een keer. Ja. Als het aan onze luisteraars ligt, moet die zeker terugkomen. Ja? We hebben namelijk aan onze luisteraars gevraagd, hè, van wat zijn nou het liefste eten? Is dat een insectenburger, insectensushi of een insectenijsje, zoals je al eerder noemde? Mm-hmm. Eigenlijk gaat de voorkeur vooral uit naar die insectenburger. Zowel op Insta als op X. Eigenlijk niemand die voor de sushi of voor het ijsje gaat. Mm-hmm. Wat ik ook een interessante gedachte vind, want we hebben al even gesproken, Stijn. Maar het hoeft eigenlijk niet eens zo gek als dat te zijn. Want stiekem eten wel insecten. Ja. Daar overview je me nogal mee. Kun je dat uitleggen? Ja, er zijn in alledaagse producten zitten al insecten verwerkt. Soms is dat een soort drempelwaarde van bijvoorbeeld bij pindakaas. Dat zijn pinda's die gemalen worden. Nou, daar zitten soms kevellarfjes in of zo. Dieren die van die pinda's leven. En die kun je niet allemaal eruit filteren. Dus er zijn bijvoorbeeld in Amerika heb je een soort voedsel- en warenautoriteit. Die heeft daar een drempel voor gezet van de mogen 30 deeltjes insecten in een per 100 gram pindakaas inzitten. Dus ja, dat is een soort van, dan weet je van, oké, gemiddeld zitten er ook ongeveer van 30 deeltjes of zo in. Dus ik eet het gewoon, ik eet graag pindakaas. Ik eet het gewoon al, zonder je dat al, ik het zonder weet. Dat je het weet. Ja. En volgens mij is dat wat ik, je zei net, die burger, dat is ook zoiets, als het er gewoon uitziet als een hamburger, dan zou ik het eigenlijk misschien ook wel eten. Toch anders dan zo'n spiesje met zo'n sprinkhaan erop. Mm-hmm. Dus misschien ligt daar ook wel een beetje de kans of zo. Want als we nou op zoek gaan naar hoe kom je over die walging heen, hoe kunnen we daar nou nog stappen in maken? Ik heb bijvoorbeeld Marleen Onwezen geïnterviewd voor dat stuk op Nemo Kennislink. En zij zegt van het is vooral ook een kwestie van het op veel manieren onder de aandacht brengen bij consumenten. Mm-hmm. Een van die manieren is om het ook niet per se zo in your face, zeg maar, een insect voor te schotelen, maar het als poeder bijvoorbeeld te gebruiken in burgers. Of ze zijn ook bezig met brood, brooddeeg maken, waarbij ze een deel van het eiwit vervangen door insecten. Pasta, bepaalde sauzen, pesto, falafel. Daar zijn ze allemaal mee bezig om die producten te ontwikkelen. En daarnaast zegt Marleen Onwezen ook van, je kunt het ook, er is ook een rol voor restaurants bijvoorbeeld om wat meer de vernieuwende gerechten uit bijvoorbeeld het oosten of uit Mexico te gebruiken. Als je nu naar een Mexicaans restaurant gaat, daar staan zelden of nooit insecten op het menu, terwijl dat in het land zelf best wel gebruikelijk is. Dus ja. En iets wat je dan bijvoorbeeld terugziet bij, ik noem een expeditie Robinson, de eetproef. Die is geloof ik wel bekend. Er komen ook vaak insecten langs. Maar dat is dan niet een goede aanpak wat jou betreft? Dat is maar voor een heel klein percentage van mensen is dat de manier waarop ze insecten willen eten, denk ik. Dus dat gaat echt om de avonturiers. En die onderzoeker Marleen Onwezen van Wageningen Universiteit, zij heeft ook echt een enquête gehouden bij Nederlanders van, goh, heb je nou insecten gegeten? En dat was ongeveer 5% van de mensen uit die enquête, die heeft ook daadwerkelijk insecten gegeten. En vaak zijn dat mensen die net wat avontuurlijker ingesteld zijn als het om eten gaat. Ja. Uh-huh. Avontuurlijker dan jij en ik, Noor. Maar eigenlijk begrijp ik, met mijn pindakaas eet ik het gewoon al lang. Dus dat helpt misschien ook wel. Super avontuurlijk. Kijk, nooit meer hetzelfde in ieder geval naar pot pindakaas, dat is duidelijk. Nee. Ik ga het wel gewoon morgen weer eten trouwens. Ja. Producten gebaseerd op insecten zijn dus al realiteit. En gehele gerechten zijn al eens letterlijk op de proef gesteld. Vooralsnog zonder blijvend succes. Om over de walging heen te stappen zal de insectenindustrie het concept smakelijker moeten verkopen. Zou jij een hap wagen aan de eerste krekelcupcake? Of schieten er nu al 10 nieuwe insectenrecepten door jouw hoofd? Wij zijn benieuwd naar jouw ideeën. Deel ze met ons via Nemo Kennislink op X en Instagram. We kijken nu een stap vooruit in de tijd, naar de Hollandse stoofpotjes van de toekomst. Dat hele concept van insecten als voedselbron bestaat dus al jaren. In Nederland slaat het allemaal maar moeilijk aan. Denk je dat we in 2050 dan alleen nog maar insecten eten? Nee, het realistische antwoord is nee. Want insecten zijn denk ik maar een deel van de oplossing voor een duurzamere dieet, zeg maar. Je kunt ze namelijk, hoe moet ik dit zeggen? Even de dag. Is het nodig? Is het nodig ook dat we allemaal insecten gaan eten? Elke dag van de week? Nee, want je hebt natuurlijk ook nog gewoon plantaardige eiwitbronnen. Dus je kunt ook denken aan peulvruchten, aan tofu. Allerlei producten van soja gemaakt.
En die zijn eigenlijk nog een stapje duurzamer dan dat je insecten gaat gebruiken. Zeker als je insecten zoals ze nu, zoals we ze nu kweken, is vaak op granen en op voer, zeg maar, wat je ook aan varkens kan geven. En dat zijn gewoon, die hebben nog steeds hun eigen CO2-uitstoot en landgebruik. Ja. En ook al is dat insect efficiënter daarin, dan zou je ook kunnen zeggen, we kunnen zelf ook graan eten in de vorm van brood. Dus dat is ook een stap die je kunt zetten. Waar de wetenschappers vooral denken dat insecten een rol kunnen spelen in de voedselketen, is in het hergebruiken van reststromen uit landbouw en voedselproductie, die we nu niet gebruiken. Dus eigenlijk wat we weggooien. Ja. En dan zou je als voedsel aan die insecten kunnen geven. Ja, dat gaat dan om restjes van GFT of van wat je in de keuken, zeg maar, weggooit. Als je iets hebt gekookt en je gooit dan een stuk van de paprika weg. Of daar leven bij mij altijd wel insecten uiteindelijk om. Toch? Als je de biobak. Als je de container opent, dan zie je al dat het werkt. Ja. Nu nog ongewenst. Ja. Ja, precies. Ja. Ja, denk ik ook nooit. Die eet ik dan op. Maar wat je heel duidelijk zegt, is dat we moeten ook weer niet doorslaan door de insecten als de oplossing te zien. Mm-hmm. Maar het is wel een onderdeel van de oplossing. Maar er zijn inderdaad nog meer mogelijkheden. Dat is denk ik heel goed. En los van of het wenselijk is, maar kan het ook überhaupt? Kunnen we zo makkelijk opschalen en een groot gedeelte van al die avontuurlijke mensen en mensen die het dan in verwerkte vorm terug willen zien, kunnen we die allemaal bedienen? Ze zijn al hard bezig met opschaling, ook in Nederland, van insectenproductie eigenlijk, insectenkweek. Maar daar zijn nog wel echt veel drempels te nemen, zeg maar. Dus je hebt bijvoorbeeld, een insectenkweek heeft veel energieverbruik. De dieren die we kweken zijn vaak uit een tropisch klimaat. Die huiskrekels of treksprinkhanen, dat zijn allemaal dieren uit Afrika of Azië, zeg maar. Dus die hebben een temperatuur van 25 of 30 graden nodig om goed te groeien. Mm. En dat is natuurlijk iets heel anders dan dat we hier in Nederland vaak hebben. Zeker door het jaar heen. Dus je hebt best wel wat stookkosten. Ja. Dus het is niet altijd, in die zin is dat echt een minpunt in de duurzaamheid. Even kijken, wat was je vraag? Nou, of het mogelijk was om op te schalen, om in de behoeften te voorzien. Een van de minpunten is dus bijvoorbeeld de energiebehoefte die ervoor nodig is. Ja, en verder is de productie gewoon nog best duur op dit moment. Dus je betaalt veel meer voor een kilo insecten dan een kilo kip of een kilo varken, zeg maar. Omdat je het ook nog niet zoveel ziet waarschijnlijk. Of? Ja, het moet allemaal nog uitgevonden worden. Het is nog een kleine schaal en daardoor gaat er heel veel arbeid in. Ja. Dus wat die bedrijven nu proberen is vooral zoveel mogelijk te automatiseren. Maar daar zit natuurlijk ook een soort kosten aan die innovatie. Dus al dat onderzoek wat erachter zit. Dus op dit moment is het voor veel bedrijven nog net niet, of gewoon nog niet winstgevend. Er wordt heel veel in geïnvesteerd. Met de hoop en de verwachting dat het op een gegeven moment zich uit gaat betalen. Ja. Zijn er nog meer, want je hebt hier natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Zijn er nou nog meer vraagstukken die open liggen? Mm-hmm. Bijvoorbeeld zoals we bij een kip of bij een varken precies weten wat zo'n dier nodig heeft om goed te groeien en gezond te blijven, weten we dat bij insecten vaak nog niet. Dus we weten nog niet precies wat voor een vitamine ze nodig hebben of welke aminozuren bijvoorbeeld ze nodig hebben. Dat zijn de bouwstenen van eiwitten. Als je ze soja geeft bijvoorbeeld of graan, dan zit daar veel eiwit in. Maar hebben ze dan alle behoeften dan vervuld van zo'n dier? Hmm. Dat is niet helemaal duidelijk. Dus daar is nog onderzoek nodig. Groeit hij er eigenlijk goed op? Dat is dan Ja. En daarnaast heb je ook dat er nog veel op voedselveiligheid zijn er veel onderzoeken bezig. Daar is al veel gedaan. Bijvoorbeeld op allergenen, maar ook op ziekteverwekkers. Maar er zijn weinig ziekten bekend uit de insectenkweek. Maar tegelijkertijd zijn er ook de virussen die er zijn, daar zijn nog weinig behandelingen voor. En dat is dan voor de insecten zelf. Hè? Dus dat zijn vaak virussen die niet over kunnen slaan op mensen, omdat het totaal andere dieren zijn. Ja. Dus in principe is het voor ons niet gevaarlijk, maar voor die kweek van insecten, als je daar honderdduizenden dieren in zo'n fabriek hebt, dan kan dat in één keer ontzettend hard rondgaan natuurlijk, als daar één virus zich gaat verspreiden. Ja, een beetje zoals wat we nu zien met vogelgriep, maar dan in nog grotere aantallen, omdat de insecten kleiner zijn. Ja, ja. Ja.
Nou, des te interessanter denk ik dat er geïnvesteerd blijft worden, ook in het onderzoek hiernaar. Mm-hmm. Stijn, ten slot had ik nog één vraag eigenlijk. Want je refereerde eerder naar jouw lievelingseten. Dat was tiramisu blijkbaar. En we moeten toch echt gaan wennen aan het beeld van dat insecten gebruikelijker gaan worden, ook bij de gerechten die we al lang kennen. Ja. Dat is nog maar één vraag over natuurlijk. Welk insect gaat nou het beste met jouw tiramisu? Ik denk dat je met krekels of meelwormen best een eind kunt komen als je ze, als ik dan even mijn kookkunsten inzet, denk ik, als je ze karamelliseert en dan als een soort topping erop zet, dan denk ik dat dat wel werkt bij tiramisu. Stijn, je kijkt helemaal verlekkerd. Ik vind dat het allermooiste. Dat ik zou denken, een paar lekkere tiramisu met die vieze beesten. Je moet denken aan een soort krokantje bovenop dat smeuïge toetje, zeg maar. Dus ja. Ik kan hier wel in meekomen inmiddels. Ja. Ja. Zullen we afspreken? Jij gaat het een keer maken, komen wij eten. Dat, dan durf ik het Ik heb laten. Dan volgens mij al iets. Oh ja, jammer. Oh, ja, nu al. Tot zover deze aflevering van Oplossing Gezocht over insecten op het menu. Over 2 weken zijn we weer bij je terug. Met een ander onderwerp, een ander probleem, een andere oplossing, maar wel dezelfde host. Met mij dus Robert Visser. En met mij Noor Aldin Emara. Met dank aan onze gast Stijn Schreven en redactieleden Dimitri van Tijl, Elvira Elzinga, Eva Poort en Erika Renkens. Wil je meer weten over onze wetenschapsjournalistiek? Volg ons dan op Instagram en X en bekijk onze site nemokennislink.nl. Tot de volgende keer. Waarom hebben mensen de hik? Hoe eet een slak? Wat is kortsluiting? Waarom is een zeepbel nooit vierkant? Waarom zijn planten groen? Hoe kunnen mensen huilen? Over oneindig veel dingen kun je oneindig veel vragen stellen. Ben jij ook ergens nieuwsgierig naar? Stel al je vragen op nemo100jaar.nl.